alleen het cijfer invullen. Dat zijn de lichtjes. Het is 5:00 in de ochtend en we zijn hier op het Malieveld in Den Haag. Want vandaag worden de cijfers bekendgemaakt van het aantal dak- en thuislozen in Nederland. Die cijfers, die liegen er niet om. En daarom zijn we hier. Ja, we hebben vanmorgen het bericht gekregen dat we 32.000 daklozen in Nederland hebben. En dat doet wel een appel op ons, vind ik. Zoals onze stichter ook zei, zolang er onrecht is, zullen we strijden. En wij zien echt dakloosheid echt als een onrecht wat we moeten bestrijden. Gert, jij coördineert deze actie. Hoe is dat om dit te doen? Nou ja, op deze manier proberen we natuurlijk aandacht te vragen voor de schrijnende problematiek van dak- en thuislozen. En het gaat om gewone mensen. Het is vroeg, maar het is het waard om zoiets moois te doen. Uiteindelijk betekenen we nog niet direct iets voor de daklozen, maar je kan wel daadwerkelijk iets doen om het gewoon wat meer in beeld te brengen. Het begint met iets kleins, dat je ze ziet, dat je ze groet, als je ze tegenkomt. Nou, dat is al een hele basis. Als we achter ons kijken, zeg maar, dan zien we dat symbolische getal van 32.000 lichtjes. En elk lichtje staat voor één dakloos mens. Moet je voorstellen, 32.000 mensen, een voetbalstadion met mensen die geen dak boven het hoofd hebben. Nou, daar komen we voor op. Jij bent dakloos geweest. Dit was jouw plek, dit was jouw bankje. Wat vind jij ervan? 32.000 dak- en thuislozen nemen. Ze zeggen dat het is afgenomen, maar het is nog steeds te veel. Als je ziet hier, kom je alweer twee slapende mensen tegen die eigenlijk geen plek hebben. Ja. Hier op het bankje zit ook een meneer, ja, die ook geen plekje heeft. En dat doet mij toch wel nog steeds zeer. Die duizenden daklozen in Nederland, wat zegt dat? Nou, dat het ons niet lukt in zo'n welvarend land als Nederland om alle mensen een dak boven hun hoofd te bieden. En dat vind ik niet alleen heel naar, maar dat vind ik ook heel verdrietig. Want dat zijn mensen dus die niet 's avonds mooi de voordeur open doen, in een warm huis terechtkomen en geborgenheid voelen. Dus ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Als je één ding nodig hebt, is het gewoon eten, drinken en een dak boven je hoofd. Nou, dat hebben we voor heel veel mensen gewoon volstrekt onvoldoende geregeld. Nou ja, dat zegt het mij, dat is gewoon erg. We hebben wel stappen gezet de afgelopen jaren, maar ja, er zijn dan muizenstapjes. Het zou aardig zijn om een keer een flinke stappen te zetten. Het moet veranderen. Het getal moet uiteindelijk die 3, die 2, die 0 moet allemaal weg. Dan houden we 1-0 over. Wil je nou meer weten over het werk van het Leger des Heils? Ga dan naar legerdeshels.nl.